Welkom bij weer een nieuwe NEC Update Live, de podcast, seizoen 2. Het is alweer aflevering 13. En vandaag weer onze vaste basis. We hebben opgesteld Nick Rokers. Goedenavond. En Harold Bastiaans. Hallo, hallo. Goedenavond. En vanavond zouden wij ook gewoon een gast hebben. Maar die is ziek, dus je moest even een weekje overslaan of een andere keer komen. En dat was natuurlijk, ja. Hier is... NEC weer. Hennie, vanaf deze kant veel beterschap en tot snel. Dat komt vast nog wel een keer goed dat we jou hier in de podcast mogen ontvangen. We gaan vandaag een hoop vragen beantwoorden van luisteraars. En we gaan natuurlijk terugblikken op de wedstrijd van afgelopen zaterdagavond om 9 uur. Het is zo laat, zo'n 9 uur wedstrijd. Was het een uitwedstrijd in Waalwijk? RKC was de tegenstander en dat klonk zo. Als de beweging er weer is en Huiting zich weer heeft gemeld samen met Marques. Beide hebben al eens gescoord uit een hoekschop. Marques natuurlijk niet dit seizoen. Huiting wel en die voorzet is goed. En die wordt bij de tweede paal ingetikt. Vlag blijft naar beneden. En dus mag NEC juichen als Koki Okawa NEC op 0-1 zet. Geen slechte keus. Hoedemakers rechts. Pereira, vrijheid. Voorzet is goed. En de kopbal is ook goed, want het is 0-2. Hoppa. NEC. Heerlijk naar een 0-2 voorsprong in Waalwijk. Hoekschop weer erom van Vito van Krooi. Die is nu alweer aardig en die wordt ja. En wie is het? Jawel, het is Undos Tres. Iwan Marques die je maakt. Hij scoort voor NEC. Het is zijn eerste van dit seizoen. NEC wint met 0-3 hier in Waalwijk van de Hekkensluiter. Het is een mooie overwinning voor de Nijmegenaren. Het is ook een verdiende overwinning. Het was een verdiende overwinning, zei jij, Nick. Ja, dat is ook zo. Want NEC heeft in ieder geval weinig, eigenlijk niks weggegeven. Ik kan me een schotje herinneren in de tweede helft. En nog wel een redelijk grote kans helemaal aan het begin van de eerste helft. Maar verder, ja, weet je, leuk dat RKC op een gegeven moment een beetje wat druk vooruit ging spelen op de helft van NEC. Ja, ik heb geen moment gedacht dat NEC de problemen zou komen die avond. Nee, serieus. En daarom vond ik het ook een verdiende overwinning. Oké. Harold, hoe kijk jij thuis op de bank, denk ik, lekker? Ja. Ik had het niet zo koud als jullie. Ik heb het viel wel mee. Met de kou. Nou, ik vond het een... Ik sluit me aan, ben ik. Ik vond het in principe een verdiende overwinning. Als je dan gaat kijken hoe die tot stand komt. Weet je, Ivan Krooi is wel heel slim, hè? Door die bal. hij denkt, ik mag ingooien. Hij wist ook wel dat dit niet mocht, maar nee. Hij hield hem gewoon vast. En dan krijg je dus een schermutseling. Hij wist wel bij wie hij dat moest doen, ja. Ja, en dan vervolgens krijg je 3 minuten later krijg je een hele domme overtreding op een plek waar je gewoon geen domme overtreding moet maken. Later. Gewoon een minuut later gebeurt. Of een minuut later, ja. Maar dat vanuit je inworp en daarna volgens mij kwam... En dan is Weidman gezien en dan mag hij het veld af. Ja, en dan wordt het wel allemaal een stuk makkelijker, zou je zeggen. Maar jij zat in het stadion. Had je hem gelijk door dat hij rood kreeg? Nou, ik zag in eerste instantie niet, omdat ik niet de rugnummers zag. Dus ik zag in eerste instantie niet gelijk wie het was. Ik had hem zelf nog niet gezien. Hij kreeg geel. En ik zei, hij kreeg geel. Ik zag wel dat hij naar zijn rode... En op een gegeven moment zag ik hem eraf lopen. Dacht ik, oh, hij heeft rood. Ja, dat hadden wij wel gezien. Tenminste, mijn buurman met wie ik was, die zei, volgens mij is dat zijn tweede. Ja, er waren wel meer mensen die hem hadden gemist, de rode kaart. Maar goed, ja, het was wel een geschenk uit de hemel. Ja, maar wat jij zegt, daar ben ik het wel mee eens. Kijk, we waren niet de beste ploeg, hè. Het was niet onze beste wedstrijd. Maar we hebben wel gewoon met 3-0 gewonnen. Dan moet je natuurlijk wel in oogschouw nemen, weet je. Uiteindelijk zei Johan Cruijff altijd, als je één doelpunt meer maakt dan de ander, dan heb je gewonnen. Dan doe je het goed. Ja. Ja, daar moet je dan soms aan vasthouden. In dit geval dan ook niet eens een tegentreffen. Maar het was vooral de eerste helft was toch wel slecht, jongens. Ja, het was wel matig. Maar we moeten nou niet doen alsof het heel normaal is. Als wij als NEC zijnde naar RKC gaan. Die staan onderaan. Of überhaupt gewoon de hekken sluiten in het algemeen. Dat we daar even gewoon lekker gaan rondtikken. En met 0-5 naar weg gaan. Met 0-3 winnen. Met 0-5 en dan gewoon alleen maar op hun helft zijn. Dat kan niet. Nee, maar wat jij zegt is, weet je hoe vaak wij bekritiseerd worden over het feit dat, oh, NEC komt, dan zullen we wel winnen. Nou, precies. Bij de nummer laatst, daar verliest NEC. Nee, maar het draait dus om, weet je, kijk eens gewoon als RKC binnenkort thuis speelt tegen, en noem eens gewoon een middenmoot Heerenveen. Alsof Heerenveen alleen maar op bij hun op de helft gaat staan. Natuurlijk, de eerste helft was niet best van NEC, maar dat hebben ze ook weer omgedraaid.
Ik vind dat we nou niet moeten gaan doen alsof we daar 9 minuten lang hadden moeten domineren. Want als je gewoon die wedstrijd analyseert, heeft NEC dat prima gedaan. Ja, maar, we moeten dan de doelpunten moeten we bekijken. Dat het gewoon die 3-0 is gewoon goed. Maar laten we wel wezen. Ik bedoel, ik denk dat Meijer zich op die bank wel heeft lopen. Hij zat niet meer op de bank. Want het was echt gewoon schandalig soms hoe een inspeelpaas gewoon 5 meter achter de man terecht kwam. Fouten werden er gemaakt. Hoedemakers vond ik ook heel slordig. Ik vond Robert González ook echt verschrikkelijk gewoon. Ja. Het was echt... Ja. Het middenveld had het niet zaterdag. Nee. Alleen Sano. Ik vond Sano alweer. Maar is het dan ook niet een beetje de verwachting? Alhoewel ik wel ook ergens inderdaad heb gehoord. Nou ja, ze staan laatst en NEC komt. En dan meestal geven we wel de punten. Dus niet iedereen had er veel vertrouwen in. Nou, dan win je uiteindelijk wel. Maar jij zegt van ja, het is niet even dat je dan zo'n ploeg als RKC wegspeelt. Nee, maar je speelt wel thuis Groningen. Speel je met 6-0 van de kaart. En ik vind Groningen een betere ploeg als dat RKC is. Ja, maar ja, weet je, ik moet dan altijd denken aan dat NEC toen nog onderaan stond. Met Anton Jansen dat jaar. Toen was NEC ook geen ploeg waar je even van won. En dat hebben we wel vaker gehad in de Eredivisie. Je wint niet zomaar van die nummer 18. Die kunnen ook wel voetballen. Dus ik snap de kritiek niet helemaal van... Ja, we hadden daar echt, het was weer nieuw maat te zien. Nou, RKC heeft gewoon een goed plan bedacht en NEC had daar moeite mee. Ja, over het plan gesproken, wat NEC had, dat werkte in het begin even niet. Jij sprak na afloop met Robin Roefs en die zei er ook iets over. Nou ja, kijk, wij komen hierheen en met het plan om hun kaart onder druk te zetten en overal waar ze de bal hebben druk te zetten. Alleen, ja, ze spelen daar een paar keer onderuit en dan beslissen wij denk ik om toch iets terug te gaan. Dat we gewoon merken dat het niet goed ging en dat we net overal te laat kwamen. Alleen ja, toen we inzakten hadden we, ja, wat jij net al mee begon, ik heb heel weinig te doen gehad. Dus uiteindelijk was het allemaal niet zo gevaarlijk. Maar ja, dat is niet hoe wij willen spelen tegen X. Ja, maar het slechte wat we dus hadden, is gewoon dat de bal niet bij de medespeler in de voet gespeeld werd. Nee, het lag voor jezelf. Het was best wel frustrerend door te zien. Maar we moeten niet vergeten, RKC heeft maar een kwartiertje goed gevoetbald in de eerste helft. Ja, wat als ik dan even kritisch moet zijn natuurlijk, is denk ik dat wat mij dan op een gegeven moment opviel, is dat NEC tijdens de wedstrijd niet omgedraaid kreeg. Nee. En dat vond ik dan wel weer storend. Ze, op een gegeven moment rond minuut 20 kantelde de wedstrijd een beetje. RKC kreeg de overhand, waar je zegt, dan hebben ze ongeveer een kwartier goed gevoetbald. Ja. Zonder echt wat te creëren. En ja, mij heeft in de rust gewoon... Natuurlijk speel je tegen de man minder. Dat is allemaal meegenomen. Maar hij heeft het wel om kunnen zetten op een bepaalde manier. De jongens erop attenderen. Dat zijn Roefs later ook nog van even wat scherper worden, feller worden. Dat is uiteindelijk wel gelukt. Alleen ik had gehoopt dat het misschien in die wedstrijd was gebeurd. Nee, maar we moeten wel gewoon blij zijn als je 3-0 wint. Punt. Ja, zijn we ook. Wij zijn gewoon, wij moeten gewoon, als, ook als NEC supporters. Wij moeten gewoon, weet je, dat uitvak was ook tevreden. Weet je, iedereen... ergert zich soms wel aan bepaalde fases van de wedstrijd, omdat het niet is. Maar wat willen we dan? Willen we het Ajax-voetbal uit de jaren 90 voetballen en bovenin meedraaien? Want als het namelijk bovenin meedraait... Dat zou ik wel willen. Als je bovenin meedraait, net als vorig jaar bij de eerste 6... en je speelt, want je speelt eigenlijk niet heel veel anders hoor, de eerste seizoen zelfs als vorig jaar... Je hebt 2 punten meer, als ik het me goed herinner. Ja, los van de punten. Maar ik heb het even over het spel. Want toen was het ook nog niet alles. Nee. Nou ja, in dit geval. Want ik zag dat Wilco van Schaik afgelopen weekend ook bij ESPN zat. Volgens mij was dat ook een beetje rond deze periode. Ja. En toen was er redelijk wel wat paniek rondom NEC. Ja. Rondom trainer Rogier Meijer. Ja, dat klopt. Vorig jaar was er natuurlijk ook, had je natuurlijk ook die pech dat je die wedstrijd tegen AZ, die eigenlijk dan won... Nou, die 3 punten steeds miste, waardoor je het heel laag stond. En die kreeg het eigenlijk wel weer bij. Nou ja, die moest nog wel even gespeeld worden. Eigenlijk heb je bijna hetzelfde gehad als vorig jaar. Je speelt nu 2 wedstrijden. Je bent met 6-0. Je bent met 3-0. Je hebt nu een doelsaldo van plus 9. Je hebt de op 1 aan minste tegendoelpunt van de Eredivisie. Ja. Het lijkt allemaal heel goed te gaan zo. En het gaat nu wel ook wel even oké. Maar ja, weet je, ik zei ook laat voor mij tegen Rogier Meijer ook van... Je wint nu wel, maar je hebt hiervoor wel van NAC... Almere, Heracles verloren. Weet je, dat is geweest, hè? Dat is geweest. Dus het is nu heel lekker dat je dus nu op je stadion bent. Dat je dit soort wedstrijden dus wel gaat winnen. Nou ja, dat. En dat is de fout geweest. Dat het is gewoon niet goed geweest. En dat heeft Carlos hier ook kunnen zeggen, Carlos Albers. Dat we die wedstrijden niet hebben gewonnen. Nee. Ja. Maar goed, dat is nou eenmaal niet. En die zei wel van, dan moet je dit soort wedstrijden, lelijke wedstrijden winnen. En over Rogier Meijer gesproken, die sprak je natuurlijk ook na afloop. En die was ook niet zo tevreden over de eerste helft. Nee. Ja, ik denk dat de beginfase van ons goed was. De eerste 10 minuten. Daarna hadden we een aantal keren dat ze onder onze druk uitspeelden. Nou, dan moet je helemaal terug. Ik denk niet dat ze daar echt heel veel kansen uit gecreëerd hebben.
Maar uiteindelijk wil je dat natuurlijk zoveel of zo weinig mogelijk eigenlijk. Maar dat zat hem ook wel in ons balbezit. Ik vond ons te slordig, zeker de eerste half uur, de eerste 35 minuten. Daarna hadden we wel weer iets meer grip. Dus ja, dat was niet zoals je het graag zou willen. Ja, hij was ook echt wel pissig, zag je gewoon. Wij zaten achter hem. En ik heb hem, ik denk wel 20 keer uit een stoel zien springen. En dan zat hij weer te wijzen en ijsberen. En hij was echt niet tevreden, dat zag je aan hem. En eigenlijk naarmate die tweede helft vorderde, bleef hij wat meer zitten, werd hij rustiger. Ja, denk je dat aan de andere, dan zie ik hem soms roepen aan de andere kant van het veld. Denk je dat diegene dat hoort? Nou, ik zal jou vertellen, in de Goffert niet. Maar bij RKC wel. Bij RKC. Ja, als je bij Volendam voetbal hoort, nee, je dat ook. Maar complimenten weer voor het uitvak. Want die maakte echt gewoon weer 90 minuten alleen maar veel kabaal en gezang en dat soort dingen. Ja. Maar ook RKC heeft een prima daar sfeervak met in ieder geval trommels. Ja. Oké. Okay, daar werd ik wel op een gegeven moment een beetje gek van die trommels. Want ik zag meer aan die kant. Maar dat hoor je toch niet? En dan moet het ook nog vaak in het Engels. Of ze, nee, maar dan zie ik hem daar soms wijzen. En dan zie ik hem. Nou hoor ik ook wel eens, omdat je erachter zit, wie die dan roept. Hè, en dan hoor je dat die Koki roept. En dan denk ik, ja, maar die hoort helemaal niks. Nee, maar die man moet zijn frustratie toch ook kwijt. Nee, dat snap ik. Je traint een hele week, een keer of 10, 12. En dan laten ze de eerste helft laten ze dit zien. En dan heb je nog geluk dat je tegen deze ploeg voetbalt. Maar ook op tv, hè, het was allemaal mistig. En het was allemaal druistig. En het was bij andere wedstrijden is veel licht. En dan ziet het er echt veel, veel aantrekkelijker uit. Het was ook echt een hele onaantrekkelijke wedstrijd. Ik moet wel zeggen, weet je, als zo'n Robert de bal van zijn voet laat springen. En Rogier springt op en die roept gewoon: hey Robert, denk je dat Robert niet weet waar het over gaat? Nee, hij denkt wel. Die zal echt wel van: oké, nu moet ik even een tandje bij of zo, weet je. Dus ik vraag me af of hij dat. Het is allemaal heel relatief voor. Tenminste, ik bij de junioren, ja, dan als ze niet willen luisteren, dan haal ik ze er wel eens 5 minuten uit om op de bank uit te leggen. Ze moeten spelen, maar dat kan Rogier niet doen. Dan kan je doorwisselen. Ja, dan kan je doorwisselen. Ja. Dat geluk hebben we dan. Goed, laten we even kijken naar de mooie dingen dan toch maar. Die 1-0, die viel dan uiteindelijk. Hè. We moesten wel eerst die rode kaart vallen, maar dan uiteindelijk valt die 1-0 uit een standaard situatie, uit een corner. Vrije trap toch? Corner werd die genomen. Voor mij was het vrij. Corner. Nou, ik kan je vertellen, corner, want er is op geoefend. Tenminste, Rogier Meijer. Nou, dat hebben we wel vandaag nog laten zien. Hè. De ruimte bij de eerste paal. Als die bal te kort is, moet Robert hem doorkoppen. En dan moet iemand in twee lopen. Nou, en, eerste helft mislukte hij net, volgens mij ging hij voorlangs. En de tweede helft tikte Kokin binnen. Dus dat is heel belangrijk. Ja, Kokin. Ja, als was hij eruit geschoten, die bal. Ja, dat Kokin hem raakte. Ja, het was geen gestolen doelpunt. Hij moest hem raken, want anders ging hij er niet in. Hij kwam op de paal en hij ketste terug. Ja. En hij karomboleerde zo eruit. Fijn voor Koki dat hij weer scoort. Want daar had ik ook wel iets over. Want Koki scoort weer. Volgens mij zijn vijfde. We hebben dan helemaal toch geen spitse probleem. Koki scoort gewoon. Hij heeft er nu 5 in totaal met Pek Zwolle en de Beker erbij 7. Zit hij al bijna op het totaal van vorig seizoen. Goed, dat even alles over RKC. Ja hoor. Ik denk het wel, hè. 3 punten. Wat vond je van de opkomst? Nou, ik heb er toevallig een vraag over van Shaki. Want de opkomst, dat was wel een dingetje. Shaki. Iedereen, we werden allemaal geacht om op tijd op de tribune te zitten. Want er ging wat gebeuren. Oh. Er zou echt van alles hebben. Ik denk, het is rond carnaval, dus Prins Carnaval zal wel langskomen. Maar het was echt iets anders. Shaki vraagt ook, is er budget voor aanpassing van het stadion op zo'n RKC wat een lichte vuurwerkshow betreft? Nu zit het opgeschreven met veel te felle LED-verlichting, waarbij de tijd verkondigd is. En dat klopt wel. Dat wij ook een lichtshow zouden krijgen. Wat nog niet gebeurd is. Even lekker nuilen. Is wel gebeurd. Shaki, hebben we een lichtshow gehad? Tegen Heracles. Heel klein, maar het was een mini-lichtshowtje. Wij hebben een lichtshow gehad bij de opening van het stadion. Daar lusten de honden geen brood van. Zo mooi. Ja, maar dan moeten we terug naar het jaar 2000. Nee, we hebben hem wel gehad. Nee, maar we hebben hem vorig jaar tegen Heracles. Hadden volgens mij wel een opkomst met de maar we zijn een voetbalclub. Even voor iedereen. Als je nu zit te kijken. En als je nou later de podcast luistert. Dan moet je even de YouTube-versie kijken. Maar dan krijg je er even een beeld bij. Want dit gebeurde er in het stadion. Het was. Ja, een hoop lampen, vuur en alles. Ja, Rold. Ik hou er niet van. Nee? Nee, ik vind sowieso die pokkenherrie in het stadion. We moeten voetballen.
Ja. Het was al. Ik vond toch wel wat hebben. Nou, dat was al de hele. Je kreeg wel een beetje zo dat. Jij bent sowieso. Nou, hoezo? Ja, nee, ik hou er niet van. Nee, ik moet zeggen, het kan wel een keer. Ja. Maar als je dit wekelijks gaat doen, dan gaat het niet werken. We hebben PSV afgelopen week gehad. Die speelde voor de Champions League. Ja. En er werd 1 minuut stilte gehouden. En dan was het hele stadion was donker. Alleen de middencirkel was verlicht. Kijk, dat vind ik klasse. Dat vind ik mooi. Ja. En dat vind ik, ja, dat heeft ja, iets. Je hebt het ook, ik heb het ook wel bij wedstrijden van Nederland zelf al gezien. In de Arena, maar ook in het PSV-stadion in Eindhoven, dat er inderdaad wel wat met die lampen allemaal gebeurt. Ja. Volgens mij heeft FC Emmen het ook, hè, als ze scoren, dat die lampen allemaal gaan knipperen. Want ik zat een keer naar een avondwedstrijd te kijken, toen dacht ik, het licht valt. Wat is dat wij, voor weet je, voor die sfeer hebben wij 0,80 en die doen dat prima. Nee, maar wij hebben toch een hele mooie opkomst. Wij hebben Villa Volta, ja, met zeker. Die muziek, ja. Met stukjes van vorig jaar erbij, ja. Met die opkomst. Ja. En het kan ook trouwens niet. Ook veel te hard. Zoals dit, en ze hadden echt al de hele fucking warming-up, hadden ze die beukmuziek opstaan. Ja, ik verschrikkelijk. Heel moe. Ja, het was echt op een gegeven moment was het echt wel klaar. Ja. Dan verlang ik echt naar de Dire Straits. En het stond ook echt op standje oorlog. Ja, ja. Maar dat is niet alleen daar. Ik bedoel, die muziek zo hard is bij ons toch ook. Als je toch. Ik zit daar. Ik zit op. Nou, kom eens, joh. Nee, waar wij zitten, daar is gewoon. Dat is gewoon echt een pokkenherrie. Nou, maar als je met fuck jee zit, moet je blij zijn als je geen kan verstaan. Ja, ik zit. Bij mij is er ook, waar wij zitten, is ook een speaker kapot. Ja. Dus dan hoor je hem af en toe wel, en dan valt hij weer weg. Af en toe. Ja, dat is fijn. Dat is fijn, daar heb je niet zo last van. Nee, dat vind ik verschrikkelijk. Zeker als het dan in de aankondiging is of in de opkomstmuziek, dat die dan uitvalt. Ja. Want dan krijg je die beleving, dan wil je dat sfeertje. Nee, maar goed, dat snap ik dan nog wel. Maar de muziek wordt soms zo hard gezet. Ik vind en er zitten ook gewoon mensen die hebben daar helemaal geen behoefte aan. Ik heb wel eens, toevallig de laatste wedstrijd, zo'n mannetje voor ons, een wat oudere man, die zit gewoon met de oren dicht. Ja. Wie gaat daar over de muziek bij NEC? Ja, ik. NEC? Ik ben zijn naam even kwijt. Het mag voor mij altijd wel iets NEC-gezinder. Net voor. Of gewoon in de hele aanloop. Toch? Ja, toch wel. Ja, ik sta natuurlijk heel veel. Ik vind het leuk als de spelers het veld komen, dat doen maar watjes zijn dan of zo. Nee, maar dat is echt opbeurend. Nee, maar je begint daarmee en dan op een gegeven moment dan komen de opstellingen. Dan komt We Gonna Win. En dan komt dat Villa Volta. Ja, dat moet je doen. Wat heb ik nou aan David Guetta bij de warming up? Nee. Dat wil ik helemaal niet. Ja, oké. Maar misschien vinden die spelers dat wel heel fijn. Ja, nou goed, als die spelers daar inspraak over hebben gehad. Volgens mij hebben die gewoon oortjes in, hoor. Ja, nou ja, dat weet ik niet. Tijdens de warming up? Ja, warming up denk ik niet. Goed, dat over de muziek. Misschien moeten we de DJ ook een keer de huis uitnodigen. Wat ik bij NEC wel heel leuk vind, is bij vak A en bij Z, die vlaggen die ze altijd doen. Ja, leuk, hè? Dat doen ze al. Nou, ik kom denk ik vanaf 2009. Dat is natuurlijk totaal in verhouding met hoe lang jullie er al komen. Maar dat doen ze al sinds dat ik er kom. Ja. Ik weet niet, dat vind ik echt geweldig. Dat ze er nog steeds doen. Ja, dat is altijd mensen. Echt leuk. En die kunnen dan, worden mensen gevraagd. Dan doe jij het. Staan gelijk. Nou, ik heb het er nooit gedaan. Oh. Maar, nee? Dat is misschien het enige bij NEC wat je nog niet hebt gedaan. Met die vlag zwaaien. Ja. Ik zie jou wel een keer in het Bikkelpak. Ja, dat vind ik wel leuk voor jou. Ja, maar misschien heb ik dat al een keer gedaan, maar dat weet je niet. Nee, dat weet ik wel, dus dat had ik gehoord. Misschien moeten we dat. Nick, we gaan dat regelen. Ja. We gaan Pem bellen, we gaan dat regelen. Eerst een Nijmeegse kunstpres voor Legio en dan Maurice in het Bikkelpak. Juist. We gaan weer even naar serieuze zaken. Nog even, trouwens, een klein stukje over wel de wedstrijd van afgelopen zaterdag in RKC. De opstelling, want hij koos er dus voor om Ivan Marquez er neer te zetten. Is er misschien niet, als je kijkt hoe ze het tegen Groningen hebben gedaan nu, is er misschien niet gewoon totdat Sander 90 minuten kan spelen, misschien moet je wel Ivan Marquez ernaast zetten en Bram laten invallen dan elke keer voor Sander. Dan wist je ook de aanvoerder voor de aanvoerder. Ik was wel verrast. Ik heb hem gehoord praten na de wedstrijd bij ESPN. En hij zei gewoon dat hij wedstrijd fit was, maar omdat hij niet alles getraind had, dat hij daarom op de bank zat. Oké. Maar ik vond het. We hebben het er vorige week ook over gehad. Ik had verwacht dat inderdaad Nuiting zou spelen. Ja, ik ook. Maar ik moet zeggen, Marquez met Nuiting met Center is ook goed. En Marquez met Center is ook goed. Center die maakt zo het verschil. Ja, weet je, Marquez. Ik moet zeggen, ik vind Marquez wel oké de laatste tijd. Ik vond hem in het begin was het echt even wennen. Misschien ook omdat we allemaal dachten van, oh, hij was zo goed. En dan zie je Marquez en dan denk je, oh.
Was hij wel zo goed? Was hij wel zo goed, inderdaad. Hij is gewoon heel enthousiast. En weet je, hij neemt het. Nee, maar ik vind hem wel zakelijker de afgelopen wedstrijd. Tegen Groningen deed hij geen gekke dingen. Ik vond hem tegen RKC ook gewoon heel stabiel, ja. Misschien is het wel een opdracht van de trainer. En nu heeft hij gescoord ook. Ja, nu scoort hij de 3-0. En dan doet hij wel heel raar bij die camera. Ja, hij deed Undo stress. Ja, nee, dat snap ik. Undo stress. Ja. Ivan Marques. Ja, die. Die was het toch? Ja, dat is leuk. En ook voor mij hoeft dat ook niet. Dat hij dat doet. Maar goed, ik begrijp dat hij dat 0-80 vak. Dat hij dat heel leuk vindt. Hij staat daar nou wel gewoon weer met een megafoon in zijn hand. Dat is het. Zo'n type speler vind je fijn als supporter. Vind je dat heel fijn om te zien. En die passie wie hij erin legt. En het werkt, want ook op het veld. Hij deed in principe weer prima met Sandler naast hem. Ja, wat ik zei, ik zag hem geen gekke dingen doen. Nee, dus, en hij scoort ook nog eens een keer. Goed, als we gaan kijken naar scorend vermogen, dan is Marques wel een betere kopper dan Nuiting. Ja. Nuiting heeft gekopt 2 doelpunten. Volgens mij was dat ook tegen NAC ergens in 2010. En daarna is hij heel lang weg geweest. En volgens mij heeft hij vorige week... Of 2 weken terug de eerste doelpunt weer. Heerenveen. Ja. Dus wat dat betreft heb ik liever Marques. Want die scoorde voorheen ook al. Rogier Meijer ook zei toen ik het over Ivan Marques had. Hij brengt ook iets in het veld. Hè? Dat temperamentvolle. Ja. Dat kan soms ook aanstekelijk zijn voor andere spelers. Ja. Dus misschien dat je daar dan ook voor kiest. Maar goed, dus de keuze voor Marques totdat Sandler helemaal 90 minuten kan spelen. De beste oplossing. Zou dat een oplossing zijn? Of zeggen jullie toch van toch maar Bram Nuiting? Nou, weet je, laat ik het gewoon zo zeggen. Never change a winning team. Ik wou zeggen, never change a winning team. Nee, nou, dan zijn we of toch Rogier moet echt een goede reden hebben om tegen Utrecht met Nuiting te beginnen. Nee, maar ik denk dat dit... Want je ziet Sandler als aanvoerder. Is hij ook continu aan het, aan het sturen en het doen. Ja. Maar wat, dat is wel heel fijn natuurlijk. Volgens mij heeft hij dat bij jou in een interview gezegd. Hij zegt, ik weet dat ik heel belangrijk voor dit team kan zijn. Maar dat is hij ook. Dus, en hij weet het nu, hij weet het zelf ook. Maar ik vond hem altijd erg bescheiden. Maar hij spreekt het nu wel uit. Op een bescheiden manier. Nee, dat klopt. En ik vind dat... En dat bewijst zich... Dat bewijst hij dus nu ook tijdens de wedstrijden. Sorry. Gezondheid, Nick. Ja, sorry. Nee, maar hij is inderdaad belangrijk. En hij ziet het ook vanuit achter. Je ziet hem continu kijken. Je ziet hem continu sturen. Ja. Van mensen weer neerzetten. Ja. Daar is hij actiever als Bram Nuiting. Zeker. Maar dat is ook logisch. Want hij is ook gewoon veel beter. Veel meer. Dus we hebben een nieuwe aanvoerder. Nee, ik denk als Nuiting erin terug komt, dat hij gewoon weer de captain wordt. Hoor. Ja? Denk je dat? Ja, want... Ja. Nou, dat is altijd... ik denk dat Nuiting is wel wat beter in interviews na afloop. Ja, dat zeker. Dat weten wij nog helemaal. Ja, zeker wel. Nee, dat weten we wel. Ik heb dat interview met jou gehoord en dat ging heel goed. Maar dan heb ik er ook best uitgeknipt. Nee, nee, hij is niet zo van de media. Hij heeft toch ook een keer gewoon nee gezegd tegen jou? Ja, tegen Jeroen Bijma van de Gelderlander. Ja, dat hij daar geen zin aan had. Nee, maar dat is ook, dat zie je ook bij ESPN. Ik heb hem ook een keer na PSV, toen heeft ook een interview gegeven bij ESPN. Ja, daar komen de 3 woorden uit, weet je. En dat is natuurlijk niet wat je als verslaggever... Nee, maar goed, wedstrijd wil je wel een beetje... Ik denk dat wel komt op het moment dat hij aanvoerder is. Hij is daar capabel genoeg voor. Maar Nick... En dat maakt het niet uit. Je hoeft toch geen aanvoerder te zijn om hem neer te zetten? Nou ja, ik denk dat hij dat wel zou kunnen. Bram Nuiting aanvoerder hebben en hij kan het toch ook neerzetten. Dat deed hij toch tegen Groningen. Groningen speelde Bram ook niet. Maar ik vind dat hij wel iets extra's brengt in het veld, waardoor hij wel die status van aanvoerder zou kunnen mogen dragen. Maar dan had hij dat had Meijer dat van tevoren wel bekendgemaakt. Ik weet ook niet of dat het zal voor de competitie begonnen. Nuiting is gewoon de aanvoerder. Ja, nou dan is dat toch het probleem opgelost. Hey, maar Nick, wat vond je nou van die blessure? Ja, ik moet wel zeggen, ik heb in de terugreis in zak en as gezeten. Echt? Ja, Pereira. Ja, ik was echt in shock. Ik dacht ook wel even van, kut. Ja. Ja. Nou, wat nu? Maar wat had hij nou Pereira? Had hij die kramp? Daar oogt het wel een beetje naar, of niet? Ik had niet het idee dat het heel ernstig was. Dat hij uit voorzorg eruit gehaald is. Ja, ik vond het heel verdrietig. Want dat is toch mijn man dit jaar, Pereira. Ja. Ja, het zou voor mij even fijn zijn als je een paar weken niet speelt. Dan heb ik dat gezeik van jou niet meer om horen. Maar goed. Goed, we gaan even verder over. We hebben het weer even gehad. Dan een vraag van Chardo. Oweza, de kans geven op nummer 10. Hij scoort weer.
Ik zou het lekker doen. Bezig. Ik zou het doen. Want ik, wat ik zei, ik vond Robert echt weer echt tegenvallen. Het was echt slecht, ja. Ja, dus gewoon doen. Een jongen die scoort heeft nu vertrouwen. Robert en Hoedemakers waren volgens mij echt wel de twee slechtste van... Die waren slecht. Maar goed, ik weet het niet. Of hij dat de hele wedstrijd kan. Maar vind je hem geen frisse indruk maken? Ik vind die Huiza en die Unal vind ik allebei wel fris. En het zijn jonge gasten. Maar om ze nou al gelijk op 10 neer te zetten, die Huiza, ik denk niet dat je dat moet doen. Ik denk, moet je iets meer ervaring hebben. Als Robert zo blijft presteren, waarom zou hij? Jij zegt zo blijft presteren. Tegen Groningen zei weer van, we zien weer een beetje de oude Robert terugkomen. Eén wedstrijd. Zij Visser zegt ook, de echte vorm en balans is er gewoon nog niet bij NEC. Want je ziet dat spelers gewoon nog te wisselvallig zijn. Nou, positief is wel dat we dit soort wedstrijden nu winnen. Dat hebben we in het begin van het seizoen nog niet. Nee, ik vind dat zij daar gelijk in heeft. Maar Robert tegen Groningen speelde die... Toen zei hij nog, kijk, want Robert, nu Sandler speelt, komt hij ook veel meer aan spel. Dat is ook zo. En nu weer niet. Maar nu hij komt wel vaak in het spel voor, maar hij verpest het iedere keer voor zichzelf. Maar lag het niet ook aan... Kijk, weet je, die inspeelpaas vanuit het middenveld naar de verdediging of naar de aanval, weet je, die was gewoon waardeloos. Maar lag dat ook niet een beetje aan het opportunistische spel van RKC? Nou, weet je, NEC was waar de hele wedstrijd aan het breien en aan het breien en aan het breien. Ja, dat doen wij altijd, hè? Ja, dat doen wij altijd. Maar wat ik net zei, wat jij zei, Maurice, Sandler gaf al een paar keer, of Marques maakt even niet uit, maar die bal kwam wel bij Robert vanuit achteruit. Maar dan sprong die weer van zijn voet. Ja. Maar dat was met Hoedemakers ook. Die kon er nog geen bal op 5 meter. Nee, maar het gaat er nu om. Zou je Oewijzer dan de kans geven? Nou, als die jongen met vertrouwen speelt, heeft nu 2 weken op rij gescoord, zijn 3e goal het seizoen. Waarom zou die jongen dan niet belonen met een basisplaats? Omdat ik misschien nog steeds vind dat hij te licht is. En wat maakt hem dan nu te licht? Ik denk dat hij ideaal is om hem zo lekker te laten invallen. Dat doet hij het ook goed. Daar word je ook sterker van. Hè? Zeker ook in dit. Ik krijg vertrouwen ook. Hè? Hij scoort 2 keer. Ja. Dat vind ik ook met Eunal. Maar wat maakt prima hem dan te licht? Dat je hem kan inbrengen. Dan breng je nog een keer extra fitheid. Jongens die extra hun best willen doen. En Oweiser misschien toch nog. Plus het ook niet, heeft hij zelf ook tegen mij gezegd, niet zijn positie is. Nee, hij is er rechts buiten. Dus je zet hem neer op een positie dat hij eigenlijk liever niet wil. Nee, dat is waar. Maar ik moet wel zeggen, Eunal vond ik goed begin aan het seizoen. Die vind ik nu weer wat minder. Tegen Groningen speelde hij dat wel weer goed. Maar niet tegen Groningen. Ik vond hem die wedstrijd ervoor ook wel... Maar wacht even. Ja, we hebben het over jonge gasten die gewoon bij de Eredivisie komen voetballen. We hebben in het begin van deze podcast hebben we besproken dat die jongens gewoon de kans moeten krijgen. En die moeten rustig ingroeien. Nou, en dat is nou aan het gebeuren. Maar als die Robert zo als een natte krant speelt. En ja, hij speelde tegen Groningen goed. Nou ga ik het anders zeggen. Stel nou dat die jongen op 10 gaat spelen. Ja. En die speelt 2 keer een draak van de wedstrijd omdat hij het niet aan kan. Ja. Dan wordt hij afgebrand. Wil je dat? Dat wil ik niet. Maar ik denk niet dat dat gebeurt. Dan kun je toch beter gewoon even wachten. Nee, ik denk niet dat dat gebeurt. Nou, dat ben ik in het begin van het seizoen moest hij spelen. Hè, omdat we gewoon met geblesseerden zaten. Was hij toen echt door het ijs gezakt? Nou, er is best wel wat kritiek op die jongen wel al gekomen. Van nou, het is te licht en waarom halen we dit? En dit is toch ook niet wat je bij NEC wilt zien. Ik vind dat we die jongen best de kans kunnen geven. En dat is dan meer misschien ook om Robert dan even op scherp te zetten. Van hey, wat jij nu laat zien, dat ken je. Nee, dus... Maar de volgende wedstrijd is Utrecht. Ja, waarom niet? Nee, laat maar. Weet je, dat is thuis. En thuis hebben we nu ondertussen bewezen dat we ook kunnen scoren. Dus laten we lekker gewoon thuis met Sandler achterin. En we hopen dat Proper over een week of twee weer enigszins minuten kan maken. Ja, als het goed is wel. Nou, en dan heb je alweer een heel ander verhaal. Ja. Nou, dan heb je Sano ervoor. En dan is er helemaal niemand meer die over die teampositie praat. Nee. Nou, zien we dan wel weer. Ja, maar ik denk dat Sano naar 10 gaat dan. Nee, dat gaat hij echt niet meer doen, Rogier. Ik hoop het niet. Nee, want Carlos en Rogier hebben allemaal gezegd... Sano is een 8. Waarom zou je dan op... Dus Hoedemakers gewoon de pisang. Hoedemakers, die was echt zo matig afgelopen. Nee, maar zou dat de eerste zijn waar ik dan denk... Oké, die ga ik eruit aan. En dan laat ik inderdaad Sano gewoon staan. Proper Sano, Robert of Oweiza. Ja, of Oweiza inderdaad. Een van die twee. Maar dan zet je niet Sano op 10. Nee, Hoedemakers, die is veel te statisch. Ja, nee. Vorig seizoen vond ik hem dus wel oké op een gegeven moment. Maar ik vind hem ook dit seizoen wel wisselvallig. En dat weet hij zelf denk ik ook. Ja, dat weet hij zelf ook. Het lullige is dat ze allemaal niet hun top bereiken op dit moment. Nee, nog niet. Is wat zij misschien ook wel gewoon terecht zegt. De echte vorm en balans is er nog niet. Nee.
Maar wel fijn dat je dan die punten haalt. Want ja, dan groei je uiteindelijk wel in die vorm. Dat is wel de bedoeling natuurlijk. Pieter Bijlo die vraagt zich af of we allemaal niet gewoon een beetje te overdreven negatief zijn. We winnen gewoon met 0-3 bij RKC. We hebben de beste kans ook wel een beetje gehaald. Maar iedereen die is maar aan het zeuren. Nou, en Bijlo heeft gewoon gelijk. Nou, vind ik ook. Ik weet je, ik kom uit een, ik kom al uit een tijd dat ik blij was dat NEC won. En nu moet het ook nog een keer met mooi voetbal zijn. Dan zijn we aan het zeuren. Nou, ik vind dat onzin. Ik vind dat weet je, uiteindelijk is het resultaat het belangrijkste. Als wij met dit voetbal vijfde worden en we hebben weer een bekerfinale, dan hoor je dan lopen ze de polonaise door de goffel toe. Nee, maar kijken. We zeiden net toch aan het begin ook van de podcast van deze aflevering van we hebben gewoon gewonnen. Ja. We hebben RKC, die hebben geen grote kans gecreëerd. Maar het gaat nou even over Bijlo, dus ik wil er even antwoord op geven. Oh, maar Bijlo heeft gelijk. Ja, Bijlo heeft gelijk. Ja. Ik krijg trouwens een appje. Oh jee. Ja, Bikkel maakt zich zorgen. Oh! Mooi, mooi. Die maakt zich zorgen. Dus, Is het niet zo dat dat een bepaald gewicht aan gebonden is dat je daarin in past? Ik weet niet, ben je te zwaar? Nee, toch? Het valt er wel mee. Hoezo ben ik te zwaar? Nee, juist niet. Gewoon, het wordt gewoon even live op de radio en de podcast. Even, je wordt gewoon keihard geconfronteerd. Ja, heel fijn. maar leuk, Bikkel, dat je luistert. Ja. Maar mogen wij dan wel een foto hebben zonder dat het hoofd van Bikkel er al op zit? Als jij erin zit. Als jij erin zit. Ja. 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 Ja, hij is bang, jongen. Nee. Ja, en dan zo ook de update presenteren natuurlijk. Ja. Hebben jullie ook niet zo'n toernooi bij Juliana waar ze Bikkel uitnodigen? Ja, dat is nog zo'n momentje dat we kunnen regelen. Ik zie heel veel kansen, Harold. Ja. Goed, dan was er deze week... we laten nu helemaal RKC even lekker liggen. Ja. Dan was er deze week een hoop commotie over een column die geschreven werd in de Gelderlander. En daar ging het over NEC en Vitesse, over de rellen. De column van Marcel Reuzer. En die werd, dat wordt in verband weer in die column dan gebracht met geweld wat we in Amsterdam hebben. Ja, ik werd heel misselijk toen ik dat las. Ja, jij reageert. Nou, niet alleen jij hebt erop gereageerd, maar heel veel mensen hebben daarop gereageerd. Wat was dat voor iets, zeg? Harold, zeg het maar. Nou ja, goed, weet je, wat er in Amsterdam gebeurt. Kijk, ik wil geen politieke podcast hebben. Nee. In dit geval. Dus zeker niet zo gevoelig waar het over... Maar NEC wordt er nu in betrokken, dus we kunnen het erover hebben. Nou ja, wij worden vergeleken met de rellen. NEC Vitesse wordt vergeleken met de rellen van Maccabi Tel Aviv tegen Ajax of tegen wie dat dan ook waren. Ja. En het is natuurlijk een hele andere situatie. We praten over een land wat een oorlog is, wat hier voetbalt. En daar vinden mensen wat van. En die mensen die gaan dan in groepjes met Uber chauffeurs en met hotelpersoneel gaan ze die mensen aanvallen. Ja, weet je, ik word daar heel misselijk van. Maar... NEC Vitesse is net als Ajax Feyenoord, is net als Cambuur tegen Heerenveen, dat is gewoon een derby. En daar wordt wel eens een keer een klap uitgedeeld, ja. En dat is niet goed, maar dat wordt wel gedaan. Maar op basis van het feit dat jij voor Vitesse bent en jij voor NEC. Maar niet omdat je een jodenhater bent of dat je pro-Palestina bent. Ja, sowieso vind ik de redder natuurlijk totaal belachelijk. En maar wacht, hè. Kijk, als jij op een gegeven moment 3, 4, 5 uur na de wedstrijd nog achter supporters aanloopt en ook achter andere mensen. Er zijn gewoon Amsterdammers gewoon aangehouden. Laat je paspoort zien, waar kom je vandaan en zeg Free Palestina. En als je dat dan moet zeggen en je gaat dan vergelijken met NEC Vitesse daar, dan ben je wat mij betreft van de pot gekomen. Het staat sowieso nergens op, want als je dan echt zo wil vergelijken. NEC was niet eens tegen Vitesse. Dat was gewoon op alles in slaan wat je toen zag op een politiebusje, weet je. Dus dat waren niet eens confrontaties tussen NEC en Vitesse fans. Dus waar die link dan weer vandaan had, dat vind ik dan ook weer raar. Hij ging niet alleen op die rellen volgens mij, maar ook... Het ging over sowieso die hele vergelijking. Wat is dat voor iets raars? Hoezo kom je daarmee aan? Nou, dat vond ik ook dat raar. Dat vonden wij allemaal raar. Ja, ik weet ook niet, raar. Ik heb hem ook twee keer gelezen. Ik snap ook niet wat hij wilde bedoelen met de columns. Wat eigenlijk gewoon... Ja, ik vond het echt shocking. Heeft hij überhaupt op iets gereageerd? Nee, dat doet hij toch nooit. Nou ja, weet je niet. Nee, ik kijk wel vaker zijn columns. Ik kijk wel vaker columns in de Gelderland. Er staan ook soms hele goede columns in. Alleen, het lullige is aan een column dat je gewoon je eigen verhaal vertelt. En dat is jouw verhaal. En daar kan iedereen wat van vinden. Nou, ik vind er wat van. Dat sluit me af, want anders wordt het echt politiek. En de politieke podcast, die laten we nog maar eventjes voordat we hier straks misschien wel elke dag zitten. Gaan we in ieder geval niet doen. Harold,
Hi. Wil jij trouwens nog antwoord geven op de Goed Nieuws show die wij zijn? Ja, ik vind dat mensen gewoon eens blij moeten zijn in hetgene. Het voetbal is echt de hele belangrijke bijzaak in de wereld. En dat we vooral dat niet belangrijker moeten maken als dat het is. Het leven wat je thuis leeft met je gezin en met je kinderen. Dat is veel belangrijker als wat er soms geroepen wordt op het internet. Wij moeten gewoon blij zijn met hetgene wat we hebben. We moeten trots zijn op hetgene wat om ons heen loopt. En als we dan een keer een wedstrijd verliezen, dan doen we dat. En als we een keer een wedstrijd winnen met slecht voetbal, dan doen we dat ook. So be it. En de dag erop is het maandag. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Ja. En dat vind ik in dit geval ook het belangrijkste om daarop te reageren. Is toch altijd het belangrijkste? Ja. Voetbal is een bijzaak. En dat hebben maar wij zijn dus de goede show. Nou ja, weet je, maar ik kan het, dat zelfs kan ik nog beargumenteren waarom ik dat vind. Ik vind, wat ik straks al zei, ik vind vroeger was ik blij dat we wonnen. Als we nou met slecht voetbal wonnen. Ja, maar Harold, maak je hier nou echt druk op? Nee, ik maak me sowieso niet druk. Maar ja, we zitten toch in een gesprek. Nee, oké, okay, maar. Maar we gaan er met z'n allen naartoe. We kijken ermee. Het is niet alleen, het is voor velen ook een leven. Ja. NEC, dat is zeker meer dan voetbal, hoor ik altijd zeggen. En dan mag je er ook, vind ik ook af en toe op nuilen en kritisch zijn. Dat zullen wij ook doen op het moment, denk ik, als we echt vinden. En dat hebben we hier ook al in de podcast een paar keer gedaan. Ja. Als we iets vinden of we ergens denken van dat het beter kan, dan roepen wij dat ook. Ik vind niet dat wij de Goed Nieuws show zijn. Nee, ja. Maar er is, volgens mij hebben we dat in deze podcast nu ook weer gewoon duidelijk gezegd. We hebben meer punten als vorig jaar. Toen hadden we een topseizoen. We pakken nu weer de punten. Ook al met slecht voetbal pakken we punten. En uiteindelijk gaat het om winst. Zo sta ik er ook in. Ik hoef niet altijd, als punten nodig zijn, hoeft het niet altijd sprankelend voetbal te zijn. Dan vind ik die punten veel belangrijker. Natuurlijk kijk ik liever naar een mooi aanvallend NEC. Met prachtige aanvallen. Maar als dat zal niet elke wedstrijd zo zijn. Nou, laat ik het zo zeggen. Was het niet zo dat we onder Johan Neeskens heel behouden voetbal speelden en heel veel 1-0 en 1-1? En, yes, maar die dragen we natuurlijk ook. Natuurlijk om zijn iconische status ook dragen we die op handen. Als we hetzelfde voetbal spelen als met Johan Neeskens nu, dan was die afgebrand. Ja, ja, Johan Neeskens niet, maar als Meijer dat dan zou doen. Meijerbal. Ja. Meijerbal. Ja. Meijerbal. Ja. Wordt dat zo genoemd al? Ja, dat zeggen ze dan altijd. Hè? Je hebt Guardiola-bal, Ten Hag-bal. En dan ook Meijerbal. Ja. Meijerbal. Met twee L'en, dus bal in het Engels. Ja, ja, ja. Niet een broodjebal of zo. Nee, oké. Okay, ja, ik vroeg me het even af. Maar dan hebben we denk ik alles wel langzamerhand een beetje gehad zo voor deze week. Dan gaan we naar de Interlandbreak, want die komt eraan, want we zijn dit weekend vrij. Ja, Nick, er zijn er wel weer een aantal, denk ik, wie gaan uitvleuren. Koki, hè, die mag het gaan doen bij Japan. Ja, en die gaat denk ik gewoon in de basis nu een keer starten. Ja. Maar heb je zijn record gezien bij Japan? 7 wedstrijden, 7 goals. Ja. Ja, dat is best aardig. Ja, maar we hebben wel een hele goede spits, hè? Ja, maar echt een hele goede. Maar die hebben zoals wat je wel vaker ziet bij goede spitsen. Die doen de hele wedstrijd niks en die scoren 1-2 keer. En ze spelen tegen elkaar trouwens. Verdonk. Indonesië tegen Japan. Okay. Oh jee. Dus verdonken met Indonesië tegen Japan. Dan hebben we natuurlijk, even kijken, Robin Roefs. Die gaat naar Jong Oranje. Mag hij meedoen? De vorige keer was hij niet uitgenodigd, de tweede wedstrijd. Nee, ja. Ja, volgens mij had het niet iets met zijn blessure ook nog. Dat zou best wel eens kunnen. Met zijn blessure toen te maken. Ik weet het niet. En daar hebben we Basha Önal naar Jong Turkije. Jong Turkije, ja. Oké. Okay. Dus Sontje Hansen nog niet meer terug bij Jong Oranje? Ja, Sontje Hansen ook trouwens. Okay. Ja, die is er ook bij geroepen weer. Wel goed van hem trouwens. En terecht ook, want hij heeft het goed gedaan bij NEC. Hij heeft het deze dus dit is weer gedaan. Een mooie beloning voor hem. Ja. Ja. Ja, vooral, we zeiden inderdaad Koki dat hij inderdaad bij het Japans elftal zo goed doet. Maar de Japanse invasie in Nijmegen, de Goffert, na afloop van die wedstrijden, is ook ongekend. Hè? Wacht tot de Indonesiërs komen. Hebben de Instagram van NEC gezien? Ja, dat klopt. Maar ik denk dat dat toch Japanners op een of andere manier... Die zijn wel meer bereid om dan... Ja, die komen daar echt naar die jongens toe. Ja, ik moet en zeggen... En ik denk dat dat ook goede... Het kan ook zomaar zijn dat we gewoon meer van die Japanse spelers toppetjes krijgen. Ik denk deze dat kant wij op. Gewoon heel snel gewoon de gemeente Nijmegen moeten aanschrijven, joh. Toeristische trekpleister. Stedenbanden aanhalen met Yokohama of zo. Hiroshima, gooi het allemaal maar in de groep. Wist je het zeker, Hiroshima?
Ja, waarom niet? Is dat nog veilig? Ja, zeker. Inmiddels zeker, wel weer, zeker, hè? Zeker, zaak is ook veilig. Zeker. Oh, oké. Maar goed, dus dat zijn de interlands wie weggaan. Dus we hopen dat in ieder geval iedereen een beetje weer fit en uitgeslapen terug gaat komen. Niet zoals de vorige keer met Verdonk zijn. Ja, Verdonk was een beetje sleepy, hè? Ja, ja. Dat was raar, vond ik dat. Wat hij ook zei, hè, bij mij in de interview, ja, ik heb in ieder geval geleerd dat ik anders moet slapen en dat ik misschien wel op de terugweg moet gaan slapen en meer rust moet nemen, ja, maar in de reizen. Als je niet elke dag zo'n reis maakt, ik snap dat wel. Ja. Maar goed, dan is het nog steeds raar dat je dan... Ja, Koki lijkt me er geen last van, maar die komt ook van die kant van de wereld weer. Hè? Ja, maar ja, misschien heeft hij zich daar al een beetje op ingesteld. Ja. Ja, dat zou kunnen. Nou, dan was dit weer de podcast voor deze week. Wil er nog iemand opstappen uit de podcast? Want dat schijnt tegenwoordig hip te zijn. Of gaat die volgende week niet door? Of, nou, als je nog Nee, ik word goed betaald, dus ik blijf. Nee, jij blijft gewoon zitten. Ja. Word jij betaald? Ja, jij niet, hè? Nee, god. Kijk, nou, hebben we het. Je zou er nog zo je mond over houden. Het is echt ongelooflijk met jullie. Ja. Goed. Voorbeschouwen hoeven we dus nog niet op deze wedstrijd. Dat gaan we pas in de volgende podcast doen. En die is gewoon volgende week. Ongeacht of wij niet voetballen dit weekend. Volgende week zijn we er wel weer met een nieuwe NEC-update. En dan gaan wij weer met een gast praten over NEC. Zeker even terugblikken ook op deze periodes. En een beetje begin van dit seizoen. En vooruitblikken. Want er komt een belangrijke periode aan. De laatste richting de winterstop. En dan kunnen we de balans opmaken natuurlijk van waar we staan. Hè? Ja. Een paar puntjes erbij. En dan weet je dat je in ieder geval... dat is altijd fijn. Als je zo 22, 24 punten hebt met de winterstop. Dan hoef je er nog maar 10. Hè? Dus wel lekker. Ja, dat ben ja, maar veilig. Dat is ook zo raar, hè? Dat we dat nou nog denken. We hebben het steeds over dat linker rijtje. Als we dat nu nog moeten denken, dan zitten we nog steeds. Is toch altijd het fijnste, Harald, als je weet van die 34 punten, die 35 punten, die zijn binnen. Dat je denkt, hè? Ja, kan niet meer stuk. Ja. Mensen, veel luisterplezier nog. Dankjewel en graag tot de volgende weer. Hoi, hoi. Doei, doei. Kijk allemaal, hè, naar RN7. RN7. Altijd in je buurt.